Het is zondagmiddag, we staan hier in Dreumel. Hier gaat over enkele momenten de reut beginnen. En wij zouden carnavalstv niet zijn als we daar ook even de kijker nemen. We zijn er weer bij. Er zijn nieuwe bij, maar er zijn ook de oude bij. En dat is prima. Dat is prima. Startmuziek. Ik moet nog oefenen. Ja, denk ik wel, ja. Prins Jos, de nurse. Ja. Ik zal maar heel cliché beginnen. U treft mooi weer. Daar hebben we voor gebeden. Voor het mooie weer. We hadden bij de inzegening van de Prinsenwagen hadden we regen. En nou schitterend weer. Vrijdag met de jeugdtop toch al mooi weer. Beter kunnen we niet beginnen of wel. En wat heeft Dreumel nou waar de rest niet heeft? Samenhorigheid. Alle dorpen onder elkaar. Zijn gewoon hier de jeugd, jong en oud. Alles is gewoon bij elkaar en viert met elkaar carnaval. En dat is gewoon Dreumel. Dat is Dreumel. Dat is echt Dreumel. Ja. Heb je nog aparte dingen gezien in de reut? Dat zijn opvallers? Nog niet, maar die komen zo meteen nog langs natuurlijk. Maar ik ben wel heel benieuwd. Het is weer een geweldige reut. Volgens mij hebben we meer dan 100 deelnemers. Dus ja, dat moet alleen maar goed komen dit jaar. Okay, ja, we gaan kijken naar de beelden. Laten we even kijken trouwens ook. Jeugd is vertegenwoordigd hier in Dreumel. Wat hebben jullie gemaakt? Een discowagen. Een discowagen? Ja. En wat heb jij aan de wagen gedaan? Geschilderd en... Okay. Nou, succes! Deze dingen erop gespijkerd, maar... Je bent er maar druk mee geweest? Ja. Heb je er zin in? Ja. Veel plezier! Ja. Ik zie hier wat Dreumelse bastards, is het niet? Ja, zeker. Benedon Bastards, ja. Niks in Dreumelse Bastards. Misbommel Bastards. Oh, sorry. Ja, dat dacht ik. Helemaal uit Misbommel. Dat dacht ik. Zeg, ik merk een soort thematische overeenkomst hier. Ja, dat klopt. Oh, nou, moet eens kijken. Ja, daar zag ik gelijk. Oké, ja. Iets lager nog erbij, is dat mogelijk? Even iets zakken? Ja. Ja, leuk, dat is leuk, hè? Voor het plaatje. Ja. Ja. Iets met veren, is dat, wat is dat? Dat iedereen iets met veren heeft dit jaar? Ja, veren. Veren is lekker zacht. En lekker warm. Nou, wel een beetje erg warm, maar ja, en we hebben lol, dus we gaan lol maken. Ho, even. Hoe kun je dat verklaren, dat gevogelte hier allemaal? Wij pikken ook een graantje mee. Met wie? Met het centrumplan. Sorry, dat heb je niet gewoon met het? Met het centrumplan. Ja, want dat is iets van Dreumel. Hè? Ik zie... Supermooi winkelcentrum. Ik zie overal wagens met een nieuw gezicht voor Dreumel. Wat is dat? Wij krijgen een supermooi winkelcentrum met terrasjes en winkels en van alles. Ja, wij krijgen hier echt de stad. Ja. Dus meneer krijgt zijn e-mail niet open. Ik krijg mijn e-mail niet los. Heb je daar lang over gedacht, over die grap? Nee. Oh. 3 minuten. Of hem zelf? Oh, ik vind het wel leuk. Oké, nee, dan is het goed. Is het niet omdat ik er zelf vandaan kom, maar dit is toch gewoon een braaier? Nee. Wij zijn al 40 jaar vriendenclub, waar gezellig. En dit is gewoon Dreumels, hoor. Ja. Maar dit is gewoon de Braaierskop? Nee, dit is een Hofna. Alle carnavalsverenigingen hebben een Hofna. Oké, okay, nou vooruit. Ja, vooruit. Goed. Ik hou van Holland, zie ik. Ja, ik hou van Dreumel eigenlijk, hè. Ik hou van Dreumel. Gaan jullie prijzen winnen, denk je? Ja, we hopen het, hè. Ja! Spannend, mensen! Ja.
er is iets dit jaar in Dreumel met bier. Toch? Toch? Wat is dat? Ja, het is een nieuwe convenant, hè. Wat dan? Ja, je mag eigenlijk niet meer drinken in de optocht. Of liever niet. Dat is niet helemaal gelukt, zie ik. Ja, het interesseert ons geen zier. Dus daarom lopen wij met een bad schuimend bier. Oh, dat is goed. Spul ook nog. Ik zie hier Warmelse infiltratie. Hey, goeiedag Rob. Zijn jullie ook weer van de partij? Wij zijn altijd van de partij. Altijd zin in een feestje, hè? Altijd zin, ja. Ja, 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 ja. Ik denk, Warmelen is even rustig, even in Dreumel kijken. Ja, Warmelen hebben we vanmiddag een rustmomentje. Ja, want je bent lid van de Raad van Elf in het Warmelen, even voor de mensen die ja, niet weten. Ja, dat klopt. Ik ben lid van de Raad van Elf. We hebben nu even een rustmomentje. Maar vanavond gaan we natuurlijk weer volop tegenaan. Gisteravond was het ook een knalfeest. En dat doen we vanavond weer over en morgen en overmorgen nog een keer. Want maandag hebben jullie grote naam, hoor ik. Maandag hebben we echt een publiek... Maar verder geen reclame maken natuurlijk. Van de grootste orde inderdaad. Paul Elstak die komt bij ons de tent op zijn kop zetten. Dan wordt de feest met dakken helemaal afgaan. Het is natuurlijk ook een soort spotprint is dit naar Lauw, is het niet? Nee, dat is niet de bedoeling. Oh niet? Nee. Kijk, het is Dreumel kan alles. Zelfs de ridders op het plein. In dat was het. In Lauw geen ridder. Maar in Dreumel? Wat denk je? Wel twee ridders. Met drie pleinen, misschien drie, maar we hebben er al twee. Ik merk dat Dreumel dit jaar heel erg denkt dat ze een stad gaan worden. Is dat nee, zo? Nee, dat denk ik niet. Het is heel goed voor Lauwe dat ze een heel mooi zwembad kan krijgen. En het is toch een beetje de zaken verdelen.
Ik dacht dat ik deze Zwarte Piet herkende, maar het is maar gewoon een Zwarte Piet, niet? Ja, dit is gewoon een Zwarte Piet. Ja, okay. Ja, een Zwarte Piet die moet strooien. Ik zag een rood pak en een Zwarte Piet. Ik denk, dat gaat de kant op, maar deze is gewoon een Zwarte Piet. Maar bent u niet te vroeg of te laat? Ik denk, wij vragen even aandacht. Ja, dat is gelukt. Ja? Maar bent u dan te vroeg of te laat? Nee, op tijd. Dat strooien. Het is maart. Nee, maar als het glad is, moet je strooien. Kijk, hier nog, hier is het glad. U heeft ze los in de kooi, zie ik. Ja, absoluut los in de kooi. Maar nee, wat betekent dat? Ik ben niet zo thuis in de spreuk. Nou, gewoon, kijk, zie je hier? We hebben ze gewoon los in de kooi hangen. Meer kunnen we er niet van zeggen. Nee, duidelijk. Ja, heel duidelijk. U ziet, de bananen lopen hier gewoon over straat in Dreumel. Dat moet allemaal kunnen. En een lekkere tropische versnapering erbij natuurlijk, hè. Ja, dankjewel. In het kader van de zon van de late carnaval. Maar ook van de zomercarnaval, hè. Dat was het idee. Ja, top. Ik ga dit opeten. Ik ga afsluiten ook tot zover hier in Dreumel. Tot ziens. En bedankt. Okay.